Welkom allemaal bij deze RTV Katwijk Sport op TV. En vandaag twee voorzitters die beide al erg lang bij hun club zijn. Aad Kraai van volleybalvereniging RVV en Jaap Jansen van Valken 68. We gaan zo direct met hun praten. We gaan wat parallellen zoeken en kijken hoe het met de clubs gaat. Maar voordat we dat gaan doen, eerst de uitslagen die we op een rij zetten. We beginnen met het voetbal. Inhaalwedstrijden afgelopen zaterdag Noordwijk Quick Boys werd 0-5. Rode kaart voor Noordwijk nog in de slotfase. Een ruime overwinning voor de Katwijkers die nu 1 staan in de rangschikking. ASC Valk 68 werd 3-0. Ga ik het zo misschien nog wel even over hebben met Jaap Jansen. En FC Rijnvogel Dames wonnen aan het slot van de wedstrijd van Berkel met 1-0. Dat was dus het voetbal. Er is ook nog bij de overige sporten het een en ander gespeeld. En ook die uitslagen zetten we op een rijtje. Flink aantal clubs ook vrij vanwege de herfstvakantie, maar een aantal clubs speelden ook Grasshoppers. De Heren tegen de Cracker Jacks werd 84-64. En de dames van Grasshoppers gingen uit naar Bal, BAL. Zij wonnen met 58-92. Dan gaan we naar de hockeyclub Rijnvliet HR tegen, bij de Heren moet ik zeggen. Die speelde tegen Katwijk, dat werd 2-2. En de dames van Barendrecht tegen de hockeyclub Katwijk werd 1-0. Zo hebben we het goed op een rijtje gezet. Dan komen we terecht bij de voorzitters die we hier in de studio hebben. Jaap Jansen en Aad Kraai, welkom. Dankjewel. Aad, om even bij jou te beginnen. Mm-hmm. Ik vroeg net in het voorgesprek, hoe lang ben je nu al voorzitter? En daar moest over nagedacht worden. Ja, het is altijd handig als je voorzitter bent en je bent een tijd lang achter elkaar, dan kan je het keurig bijhouden. Maar Bart van Kruistum en ik zelf hebben dat, denk ik, de afgelopen 30 jaar, misschien wel 40 jaar, afgewisseld. Dus ik ben een beetje de tel kwijt geraakt. Maar we hadden afgesproken dat we 15 jaar zouden noemen. Dus laten we dat dan maar aanhouden, 15 jaar. En voor Jaap Jansen werd het bijgehouden, vertelde je me? Ja, niet door mezelf hoor. Mijn boeit het niet zo, maar ik begreep dat ik volgend jaar 25 jaar voorzitter ben. Dus, zo. Ja, dus ik verwacht dan een lekkere taart van RTV Katwijk. Waar hou je net vol? Ja, ja dat, ik heb geen slecht huwelijk. Dat is niet aan de orde. Maar ja, het is gewoon een fantastische mooie club. En ja, mooie mensen. En ik heb het altijd veel heel erg naar mijn zin. Respect wat je daar krijgt. Het is ons kent ons. Vindt een erebaan. Ouderwetse liefde voor de club. Ja, dat denk ik wel. Hoe zit dat bij jou, Aad? Wat heb jij met de RVV? Met volleybal? Ja, RVV ben ik ook als... het begon eigenlijk nog veel eerder. Want mijn vader... wij zijn vanuit Hillegom naar Katwijk verhuisd. Toen was ik een jaar of 12. En mijn vader volleybalde altijd in Hillegom bij de volleybalclub. En die ging uiteraard ook in Katwijk volleyballen. En dat deed hij in Valkenburg. Want wij woonden in het Molenblok. Dus dat was Valkenburg. De terp was dichtbij. En daar is hij gaan volleyballen. En dat was eigenlijk een beetje voor gekkies. Nou, daar moest er een keer een vereniging van komen. Dus mijn vader voorzitter geworden en er is een vereniging uitgekomen. En toen ik in de jaren 25, 28 was, toen ben ik ook voorzitter geworden bij Blok. En zo is dat een beetje gegroeid. Dus vanaf mijn 12e eigenlijk al lid van de vereniging. Ik ben nu 62, dus ja, ja, dat is een mooie leeftijd. Ja. En pas gehuldigd met de bronzen speld van ja, de niveaubouw? Ja, dat is wel heel apart. Ik denk net als Jaap dat we daar niet altijd op zitten te wachten. Maar wat ontzettend leuk is, dat je toch waardering krijgt voor hetgeen wat je gedaan hebt. En dat dus nog ineens het speldje wat ik heb. Want ik laat hem wel even zien, want dat vind ik dan toch wel weer leuk. Het is echt zo'n bons speldje. Maar het leuke daarvan is dat zeg maar de leden van de vereniging, of je medebestuursleden, dit voor je uitvoeren. Je vindt zonnetje zetten. Dus dat heel erg gewaardeerd. Was leuk, ja. Nou, allebei wat dat betreft even besproken. Lang voorzitter, allebei nog niet zat. Leden ook nog steeds blij met je, Jaap? Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar ik ben nog nooit weggestemd geweest. Dus ik hoop dat nog even zo te houden. Ja, ja. Hey, en jullie hebben binnenkort veiling, hè? Dat is één keer in de twee jaar. Ja, één keer in de twee jaar. Aanstaande vrijdag. Aanvang 7:30. Mm-hmm. Even mooi voor op de camera. Iedereen welkom. Heel veel mooie kavels. Genoeg kavels ook. 282 voor een lange avond. Maar ook weer gezellig. En het dient een goed doel.
nieuwbouw Valk 68. Daar zijn we al jaren voor bezig. Ja. En dit komt bij het spaarpotje wat we inmiddels al opgebouwd hebben. En ik hoop op een heel mooi resultaat en een gezellige avond. Ja. Ja, veiling komt een beetje in, hè, tegenwoordig. Hebben jullie ook nog een bekende veilingmeester? Hoe ja, die hebben we al jaren. Hebben we dezelfde, Jaap Meiland, ja, de broer van, en Dirk Bader. En dat zijn twee specialisten. En het zijn niet alleen die twee. Er is een hele commissie achter die al vanaf februari hiermee bezig is. En die gasten, er zijn ook twee dames bij trouwens. Ja, die zijn knalhard bezig geweest om zo'n mooie lijst bij elkaar te krijgen. En om een mooie avond in te vullen. En ja, daar ben ik gigantisch trots op dat we dat met elkaar kunnen en mogen doen. Heel veel kavels heb ik genoteerd. 281 gaan we niet allemaal doornemen. Nee. Maar misschien een paar om de mensen even lekker te maken. Nou ja, voor iedere portemonnee is er wat. Een taart bijvoorbeeld zit erin. Maar er zit ook een hele mooie voetbalreis in. AC Milan, Inter Milan. 3 dagen Milan, inclusief hotelovernachtingen en vlucht. En ja, er komen huisjes voorbij in het buitenland, mooie stedentripjes. Ja, je moet het boek maar even doornemen. Het is te veel om op te noemen. En iedereen kan even op de site kijken bij ons. Ja. Dan kan je ook zien wat er geveild gaat worden. En wie weet is het zo aantrekkelijk. De deur staat open en neem een bordje en bied mee. Aanstaande vrijdag. Bij jullie heb je dat helemaal niet, hè? Dat nee. Voetbal, zo'n veiling. Nee, bij ons hebben we de Super Bingo. Oh. Ja, dus dat geeft ook wel verschil aan. Kijk, wij zijn natuurlijk een wat kleinere vereniging. Ik had nog stiekem zitten kijken, tellen, want we zijn enorm gegroeid met de jeugd. Maar we zitten zo rond de 200 leden, dus dat is anders. En we zijn natuurlijk een binnenaccommodatie, wat natuurlijk altijd anders is. Omdat je altijd binnen moet spelen, altijd, altijd discussie met de gemeente over de huur en dat soort. Dus het is altijd wel wat lastiger. Maar het is ontzettend leuk om ook zo'n bingo of een karaokeavond te organiseren. En dan halen we ook best wel wat leuke centjes op. En dat doen ze ook graag. Daar hebben we ook hele mooie vrijwilligers voor. Dus prima, dat is leuk. Ik ga zo met Jaap doorpraten over de huisvesting bij Valk 68. Ja. Dat loopt wel even. Ja. Jullie zitten, heb ik het idee, wel goed nu in die Bosmazaal. Wij zitten ongelooflijk goed. Wij hebben natuurlijk die Bosmazaal ooit overgenomen van de Grasshoppers. En ik denk dat ook al bijna 10 jaar is, als het niet langer is. En het fijne ervan is dat je een eigen kantine hebt. Dus een eigen plek waar je je bestuursvergaderingen kan houden en waar je de mensen kan ontvangen, je gasten kan ontvangen. Je moet hem zelf uitvoeren, dus je moet mensen achter de bar hebben, je moet mensen die de inkoop doen. Dus, en dat gaat, de laatste jaren gaat dat echt een heel stuk beter bij ons. En dat, wat ik had het toevallig in het voorgesprek ook met Jaap over, en die zei het ook gelijk. Als je jeugd hebt, dan heb je ook gelijk kader. En dat zijn de ouders van de jeugdleden. Dus daar hebben we enorm veel nieuwe vrijwilligers mee gekregen. En de mensen vinden het ook leuk om te doen. En die worden, tot mijn verbazing, was heel enthousiast over dat volleyballen. Dat ze zelf gaan denken van, hey, ja, misschien moet ik zelf ook maar eens gaan volleyballen. Ja. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. Nou, jeugd, daar vinden jullie elkaar ook. Gaan we het zo over hebben. Eerst met Jaap om de lijn er een beetje in te houden naar die huisvesting. Het wordt bijna een soap. Ja, ik snap dat je dat als buitenstaander denkt. En soms is het ook wel een soap. Maar ik denk dat we nu al redelijk onderweg zijn. De gemeente heeft vanaf januari een projectleider erop gezet. En die man die doet gigantisch veel werk. Maar ja, want om het even te duiden, jullie hebben heel mooi complex bij Duivrak tegen een jonge wijk aan. Ja. Velden erbij, alleen het probleem zat hem in de kleedkamers, begreep ik, hè? Nou ja, en een veld ook. We krijgen volgend jaar, 2025, krijgen we het vijfde veld erbij. Uh-huh. Ook kunstgras, daar zijn we heel blij mee. Want die hebben we ook gewoon hard nodig, want die vereniging die groeit als kool. Maar ja, de kleedkamers die zijn sterk verouderd. En ja, die zijn gewoon een vervanging toe. En we hebben veel te weinig kleedkamers. Dus ja, we zitten te wachten op een nieuwbouw, 20 kleedkamers. Ja. En ja, wij waren eigenlijk maatschappelijk, zijn we heel sterk. En we kregen een aanvraag van de huisartsenpraktijk Valkenburg. Of er geen ruimte was voor een huisartsenpraktijk bij ons tegen het gebouw of in het gebouw. Nou, we hebben dat laten onderzoeken en daar is dus ruimte voor. Maar het is eigenlijk ook een beetje onze rem geworden op het project. Want ja, dat levert juridisch en financieel zulke moeilijke zaken op, dat het hele proces remt. Het is nu zover dat we eigenlijk in een afrondende fase zitten. En binnen nu en 2 weken een antwoord krijgen
op of antwoorden krijgen op een aantal vragen die hiermee te maken hebben. En ja, dan hopen we weer aan de tafel te zitten en dan te besluiten van jongens, hoe verder? En het liefst verder met het plan waar we al een jaar mee bezig zijn. Het zou een mooi cadeau, voor je jubileum zijn, 25 jaar voorzitter. Ja, nou, ik denk dat het een veel mooier cadeau is voor de club, want die is er gewoon heel hard aan toe. Ja. En ik heb altijd gezegd, jongens, als die nieuwbouw klaar is, dan dat project wil ik gewoon afmaken. En dan wordt het tijd voor een nieuwe voorzitter. En misschien was er al eerder tijd voor, hoor, daar gaat het niet om. Maar zo stel je dat zelf. En ja, ik denk dat dat voor mijzelf een heel mooi moment is om te zeggen, jongens, nu een ander. En dat wil niet zeggen dat ik dan niks meer doe bij de club. Want zonder Valk 68 zou ik haast zeggen, is er ook geen leven. Oh, wat erg. Maar die plannen voor die huisvesting gaan nu wel voorzichtig de goede kant op. Ja, ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in tot het de goede kant op gaat. Want de gemeente staat er ook achter. Alleen, ja, nogmaals, juridisch en financieel zijn er best wel een aantal zaken die problemen opleveren. En die moet eerst opgelost worden. Ja. En ja, daar zitten we nu tegenaan. Dus ik hoop binnen nu en een aantal weken een goed bericht te krijgen van jongens, dit hier gaan we voor. Ja, wordt vervolgd. Je zei het net al even, Aad de Jeugd. Ja. En misschien mag ik een vraag stellen. Ja. Ja, je bent niet bezig met die nieuwbouw, dus je gaat naar die kleedkamers toe. Maar hoe zit hier nou bijvoorbeeld met de accommodatie voor de kantine en voor de bestuursruimtes? Is dat goed ingevuld bij jullie nu? Ja, dat is wel aardig ingevuld, maar het is ook wel aan een renovatie toe, hoor. Zit ook in dat project. En ja, er is ook sprake van dat het hele gebouw plat gaat en alles nieuw wordt. Ook in het kader van duurzaamheid. Dat het misschien wel een iets duurder... Maar tegenwoordig wordt het meer afgebroken, zeg maar, en opnieuw opgebouwd. Omdat dat vaak goedkoper en qua duurzaamheid... Als je het natuurlijk over een lengte van 40 jaar berekent, is dat denk ik ook gewoon de beste oplossing. Ja. Want je gaat nieuw tegen oud aanzetten. En dat is natuurlijk niet altijd het meest ideale. Nee. Nou, dat is leuk als ook gasten elkaar dingen vragen. Ja, toch? Ja. Toch even naar jou aan voor de jeugd. Je zei het er net al heel even. Ja. Er wordt altijd over de jeugd gedacht. Die zitten alleen maar op hun telefoontjes en die geven helemaal niks meer om sport. Ja. En tot mijn verrassing, zowel bij Jaap gaan we het zo over, maar ook bij jullie, grote aanwas van jeugdleden. Hoe verklaar je dat? Ja, enerzijds is dat, heeft dat te maken met de initiatief van de gemeente Katwijk, de MAG. Die heeft wat subsidie daarvoor beschikbaar gesteld voor ons. En dat was echt goed geld, zeg maar. Dus daar hebben we ook een professionele mensen voor kunnen inhuren. Dus die hebben ook gewoon een salaris kunnen betalen. En daarmee zijn we heel in het begin zeker klein begonnen op scholen, op plaatsjes. Maar dat werd eigenlijk steeds beter. Want ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk, en dat is bij jou denk ik ook zo, bedacht, op het moment dat er een vriendje lid wordt of een vriendinnetje lid wordt van een club, dat trekken ze altijd wel weer vriendinnen mee of in een klas of op een school. Dus met name de minis, dat is in de leeftijd van 6 tot 11, ja, dat is onvoorstelbaar wat er nu rondloopt. En daardoor ook die ouders die allemaal enthousiast meekijken en mee gaan doen. Dus dat is heel fijn. En die geef je allemaal een kaderfunctie? Het rare is dat maar we zitten een beetje in de goede woonplaats, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg. Dus het initiatief bij ouders als kinderen wat doen, die is best aanwezig. Dus de mensen komen graag kijken, willen graag meedoen, stellen gewoon de vraag van, vind je niet dat ik ook wat kan doen? Of wat zou ik kunnen doen bij jou of de vereniging? Nou, dat zijn vragen die ik de afgelopen 15 jaar nog nooit gehoord heb. Dus dat is wel ontzettend fijn. Ik hoorde van de voorzitter van de hockeyclub, die ook een tijdje geleden te gast, dat ouders gewoon gevraagd worden om een taak te doen. Dus ze hebben gewoon een aantal taken opgesteld en er wordt gewoon verwacht dat je een taak doet. Ja, ja. Ja, dat is bij ons ook zo, hoor. Ja? Ja, en we hebben zelfs ook bepaalde leeftijdsgroepen waar de ouders, tussen aanhalingstekens, verplicht een bardienst opgedragen krijgen. Want ja... Het is gewoon nodig, die vereniging die groeit als kool. Kijk, en, wat Aad zegt, de minioren, dat is bij ons ook zo. Vind ik trouwens ook het mooiste moment van de week. Hè. Vaak als je die knaapjes allemaal op het veld ziet lopen. Ja. En dan met name op een zaterdagochtend, dan lopen er 60 van die ukkies. 5, 6 jaar, sommigen zelfs nog iets jonger. Die thuis al niet meer te houden zijn, die helemaal gek zijn van een bal. Ja. Nou, dan zie je opa, oma, ouders, broertjes. Dat is gewoon één groot feest. Ja, en daar zit dus ook gewoon het kader. Hè. Dan moet je ook gewoon gaan zoeken.
Want ja, op een gegeven moment ben je er zelf ook uitgegroeid. Ja, ik ben zelf daar een slecht voorbeeld van, dat weet ik ook. Al 25 jaar lang. Maar het verhaal is gewoon, ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ja, dat is dus bij ons bij Valken enorm. En ja, zeker als we straks ook nog een keer Valkenhorst, als dat gebouwd gaat worden. Ja, dan stroomt dat helemaal vol bij ons. Ja, want je zit ernaast een jonge wijk. Ja, sowieso. Vruchtbare grond. Altijd al geweest in Valkenburg. De volleybal is er ook ontstaan, hoorde ik net. Dus het is niet alleen voetbal. Ja. Nee, maar ja, dat is gewoon een gegeven. Het is puur de realiteit. En aan de overkant van de Rijn ook. Daar worden natuurlijk ook enorm veel huizen gebouwd. En ja, er ligt een hele mooie brug. Ja. De Joop van der Heijdenbrug. Een hele mooie verbinding en een veilige verbinding. Ja. Voor alles en iedereen die aan die kant woont. En ja, dan is de keuze natuurlijk al heel snel gemaakt om bij Valk 68 te voetballen als je geen verbinding hebt. We hebben ook mensen uit Oostgeest nu. Wij hebben heel veel leden uit Oostgeest, ja, uit die wijk. Ja. Die komen allemaal die brug over. Die komen, ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik kijk niet meer hoe ze gaan rijden, maar ik denk dat ze allemaal over de brug komen, ja. Nou, het is wel iets, want ik heb een tijdje in Noordwijk gewoond. Toen ben ik teruggegaan naar Katwijk aan de Rijn. En toen, die jongens van mij die moesten voetballen. En het was even de discussie van, ja, waar gaan ze nou voetballen? En dan is het ritje op de fiets daar naartoe. Ja, ik was er wat minder mee. Maar Ilse keek er heel scherp naar hoe ze er naartoe gingen. En die brug is echt een werelduitvinding geworden. Ja, je zoekt gewoon een veilige verbinding voor je kinderen. Ja. Zeker in deze drukke tijden. Ja, ja. Ja, en dan zitten jullie ook wel goed met complex. Jullie natuurlijk midden in het dorp. Ja, midden in het dorp. Ja, dat is altijd wat anders. Ja, ja, maar ook wel goed bereikbaar. En, veel, ja. Maar het punt is, het lijkt alsof je focust dan ook dicht op het oude dorpskern van Katwijk. Terwijl we ook wel leden hebben uit Rijnsburg en uit Valkenburg. Maar dan is het ietsje verder fietsen. Ja. Mm. Maar dat is ook niet erg voor de jeugd. Twee gezondige verenigingen, als ik het zo hoor. Tot slot eventjes naar A toe de competitie, de dames en de heren. Ja. Ja. Nou, de heren heb ik een tijdje terug in het programma Katwijk Live ook nog gesproken. Ook hun trainer, Peter van den Berg. Ja. En die spelen gewoon landelijk, hè? Dat is landelijk geworden, sinds dit jaar. Dat is even onvoorstelbaar, want ik kom terug van vakantie en het werd me even meegedeeld. Ik heb het even nagekeken, want ik geloofde het niet. Wij zijn natuurlijk gepromoveerd van de bovenste regionen, dus de regio naar het landelijke. Ja, dat is wel onvoorstelbaar, hoor. En dan merk je ook wel wat dat doet met jou als vereniging, want je moet aan allerlei eisen voldoen als er zo'n tegenstander komt. Dus bij voetbal denk ik heel anders, maar zelfs bij volleyballen zijn maten ook belangrijk geworden. Hoe het net hangt, het verwelkomen van de scheidsrechters, dat soort zaken allemaal. Ja, en dan heb je in één keer een wedstrijd in Limburg uit. Ja, nou, dat is natuurlijk even wennen. Maar het is wel, en het trekt opnieuw ook andere volleyballers aan. Dus dat is ook wel ontzettend leuk. Dus we hebben ook volleyballers uit Alphen nu, uit Leiden. Dat is wel heel leuk. En tribunes in de zaal? Tribunes, ja, die hebben wel wat langer. Die was ooit een geschenk van een wethouder. Maar het is wel leuk, want dat zijn van die opvouwbare tribunes. En we hebben ze wel nodig. We kunnen niet meer met bankjes aan. Je hebt echt wel animo publiek bij dat soort... Ja. Ik denk dat er gemiddeld nu bij ons tussen de 50, 60 man zit. Nou, dat zijn dingen die wij ook daarvoor niet hadden. Nee. En de dames ook gepromoveerd, derde divisie nu in de regio. Daar houdt die Peter van den Berg zich ook mee bezig. Hè? Die doet wel de dames als de heren. We zijn Peter, die hebben op de kop getikt. Er zijn altijd jongens in de volleybal, dat wereldje, dat kennen ze. En die kwamen hem tegen. Het is een oud-trainer van het Jong Oranje volleybal. Dus die heeft echt op hoog niveau training en kunnen coachen. En dat zie je, dat straalt die man uit. Het is rust, het is goede tactische beslissingen die hij neemt. Dus dat is fijn. Wat een hele goede trainer-coach voor de dames 1. En op een gegeven moment viel het ook weg. Dus daar moeten we wel weer een oplossing voor gaan zoeken. Maar vooralsnog, Peter, bij de thuiswedstrijd is wel heel erg fijn. En je zei het al inderdaad, ze spelen nu op het hoogste gebied op regionaal. Dat is de derde divisie. En daarvoor was het eerste klas, promotie en dan derde divisie. Ja, of die ooit de volgende stap gaan maken, dat is weer even wat anders. Maar het is ongekend wat wij nu meemaken op sportief gebied, volleybalgebied. Ja. Leuk. Dat is leuk, ja, zeker. Bij jullie, het eerste? Stabiel volgens mij? Ja, we zijn tevreden. Kijk, zaterdag troffen we een tegenstander die, terwijl we goed begonnen, vond ik aan de wedstrijd. Alleen na een kwartier, 20 minuten draaide het. En AAC
Maar meer passie, meer strijdlust. Ja, toch denk ik ook betere voetballers, althans die dag. En ja, dan speel je eigenlijk een kansloze wedstrijd. Maar ik denk dat wij gewoon een heel goed team hebben staan. En de competitie duurt nog lang. Het is een cliché, dat weet ik ook. Nee. Maar ik heb er alle vertrouwen in tot wij best mee gaan doen bovenin. Want dat AC is wel gezakt dan een paar klassen. Want die hebben volgens mij ook nog met Katwijk of Kick Boys gespeeld. Ja, in een ver verleden speelden ze op het hoogste niveau qua amateurniveau. Ja, dat klopt. En dan kan je dus ook afdalen. Ja, maar ze zijn al een keer eerder eerste klas geweest. Daarna, ja, vorig jaar vierde divisie, gedegradeerd. Maar goed, je ziet toch dat er een hoop potentie in niet alleen in die ploeg zit, maar ook in die hele vereniging. Het is natuurlijk een hele grote vereniging. 2000 leden. Dus ja, een hoop kwantiteit. Dus ook ja, veel keuze qua kwaliteit. Maar dat halen ze er ook goed uit. Het is allemaal goed geregeld daar. En wat Aad zegt, van ja, als hij op een ander niveau terechtkomt, dat hebben we zaterdag eigenlijk ook een beetje meegemaakt daar, kan je toch merken dat die mensen uit van een divisieniveau afkomen. En de organisatie en alles is gewoon hartstikke strak. Ja. En dat ziet er allemaal keurig uit. En wij hopen dat ook ooit in de toekomst eens mee te maken. Ja, want jullie zijn naar boven. Een van de 5 clubs in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, waar mensen uit kunnen kiezen. Ja. Katwijk heeft geloof ik strategisch iets met Rijnvogels, met uitwisselen. En hoe zitten jullie in dat spel? Ja. Echt een Valkenburgse club? Of? Wij zijn wel een echte Valkenburgse club, ja. Maar daar zitten natuurlijk ook wel veel spelers in die bij Quick Boys Katwijk Rijnsburg vandaan komen. Die het daar net niet halen, want ja, dat is toch wel een ander niveau. En daar worden natuurlijk ook spelers gehaald. Dat proberen wij ook, alleen ja, wij halen zonder geld. En dat is natuurlijk bij de andere verenigingen anders. Met alle respect hoor, want het is gewoon de keus. En wij zijn echt puur amateur. Mm. Maar ik denk dat wij gewoon een heel mooi niveau aantikken, eerste klas. En ja, nogmaals, vorig jaar natuurlijk na competitie gespeeld om de promotie te bewerkstelligen. Net niet, dat is, geloof ik, hè? Nou ja, net niet. Op een gegeven moment verloren met 4-0. Dus, of 4-1 was het, ik weet het geen eens meer. Maar in ieder geval duidelijk een nederlaag, maar een hele mooie ervaring. En maar daar willen we best van een keer naartoe. Kijk, de doelstelling bij ons is nu een stabiele eerste klasser te zijn. Maar dan wel een keer met een uitschieter naar boven. En daar wordt hard aan gewerkt. Nou, leuk zijn. Ja, het zou fantastisch zijn. Dus, ik denk dat de club het verdient ook. We zijn er klaar voor. En zeker als de nieuwbouw straks gerealiseerd is. Want dat is wel een dingetje. Ik hoorde net Aad zeggen van een wethouder die met een leuk cadeautje aankwam. Nou ja, goed, wij zitten ook te wachten op die wethouder. Ja, precies. Hey, als je nou over die nieuwbouw, want ik zat er toch even over na te denken. Want het is natuurlijk logisch dat het in één keer helemaal aangepakt wordt. Stel voor dat die kans nou bestaat. Zouden jullie er dan nog een paar jaar op willen wachten? Of kan dat met die kleedkamers nu echt niet meer? Nou, weet je, we wachten al zo gigantisch lang. We zijn gelukkig al 7 of 8 jaar bezig. Ja, en stel dat er nu een klap opgegeven wordt van ja, we gaan dit uitvoeren. Ja, dan ga je er mee door. Dan duurt het nog een keer 2 jaar. Ja, dus dan ga je wel die zijn door. We graag bereid om die nog op te offeren. Ja. Maar dan moet het wel staan. Dus ja, ik zou zeggen, politiek Katwijk, doe je best. Ze kijken, dat weet ik zeker. Ja. Damesvoetbal trouwens bij jullie ook nog actief? Of komen geen dames, maar wel meidenteams hebben we. En vanaf volgend jaar hopen we een damesteam neer te zetten. Want dat groeit natuurlijk ook door. Maar we hebben 6 teams bemand met dames, meiden. Ja. En dat is hartstikke leuk. En ook dat levert weer een ander kader op. En ook weer gezelligheid in de club. Ja. Dus, Jaap heeft hele duidelijke doelstellingen voor de toekomst. Hoe zit het bij jou en bij RVV, Aad? Doelstelling is altijd lastig, vind ik. Want als we de doelstellingen gemaakt hadden voor de toekomst, dan hadden we dit nooit kunnen invullen. En het is gewoon gebeurd. Dus dat is wel ontzettend leuk. Dus ja, wat we nu willen is, we hebben nu heel veel jeugd. Daar moet er wat kader omheen, daar moeten we naartoe. En het zou heel mooi zijn als we deze jeugd kunnen laten doorstromen naar de senioren. Dat is op de een of andere manier is dat toch altijd lastig. En ik weet niet of dat met de binnenaccommodatie te maken heeft, maar er gaan er ook veel studeren. Die verdwijnen dan uit Katwijk, die gaan ergens anders, komen ze terecht. En dan terughalen is altijd weer lastig, want ik kan nu zo al. Want een hele leuke jeugd in het verleden. En als ik nu naar de jeugd kijk, die zijn allemaal buiten Katwijk gaan wonen of iets anders.
Maar nu, de korf is groot waar ze in zitten. Dus als dat door zou stromen. We hebben al 5 damesteams. We hebben al 2 herenteams. Dat is in volleybalgebied is dat redelijk groot. Dus dat zou kunnen groeien. Maar dan loop je gelijk weer tegen andere problemen aan. Sporthal, plek, kader. Dus het is altijd wel lastig. Groeien is leuk. Dat is met een bedrijf ook zo. Groeien is leuk, maar hoe ga je het invullen en hoe ziet die toekomst eruit? Je kan altijd met Jaap overleggen. Precies. Ja, doe het even hoor. Doe het even, ja. Jaap die zegt heel duidelijk, 25 jaar voorzitter, dan is het misschien een mooi moment om te stoppen. Zijn er bij jou al... We hadden het in het voorgesprek er even over. Ik heb een ongevalletje gehad in februari. En dat is een reden waarom ik me een beetje teruggetrokken heb uit het dagelijks bestuur bij de volleybal. Dit is weer een van de dingen die ik nu weer ben gaan oppakken. Welkom. En dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook, is ook ontzettend leuk. Misschien, ik weet niet of ik het bestuurlijke op ga pakken, maar het is wel leuk om een soort, jij zei het voor jezelf ook al, een soort boegbeeld te zijn voor de vereniging. Ik weet heel veel, wat er ook heel erg leuk is. En dan zie je dus hoe lang je bij een vereniging bent en misschien ook wel hoe oud je bent. Want er was iemand voorgedragen voor een... Een lintje, inderdaad. Makkelijkst. En die naam die werd, ja, want hij was toch behoorlijk wat bestuurlijke functies had hij gedaan bij RVV. En hij was voorzitter geweest en hij had dat gedaan. En had Olivier, jongens, die heeft al wat gedaan voor onze vereniging. Ja. Telebestuur is in mijn hand te kijken, wie is die man? En, jij wist toch. Dus we moesten toch, ik moet er toch iets voor verzinnen dat er die oud-leden toch nog wel eens... Ja. Dus dat was, dat was ook eventjes het geheugen van de vereniging, zeg maar. Dus dat is, dat zijn de dingen die je dan wel merkt. Maar ja, bestuurlijk, ik weet niet of ik dat nog op ga pakken. Okay. Nee. Time will tell. Ja, en jij zou ook alles weten, Jaap, denk. Dat zal wat worden als jij stopt. Nou, ik ben zeker niet de alwetende, hoor. Maar, nee, die zijn bij jullie vereniging ook kijk, wel. Als je zo, betere, denk ik. Maar weet je, als je daar al zo lang rondloopt, dan weet je van de hoed en de rand. En zo simpel is het. En als je dan ook mensen om je heen hebt die dezelfde intenties hebben als dat je zelf hebt, dan is het alleen maar leuk. En er is best wel eens wat, maar waar niet? Dus ook bij Volken. Maar er is maar één slogan. Er is niemand belangrijker dan de club. Dus en zo simpel moet het zijn en blijven. Mooie woorden om mee te eindigen. Dank voor jullie komst, heren. Jaap Jansen van Valk 68 en Aad Krij van de RVV. Tot slot van deze uitzending kijken we nog even vooruit. Komend weekend, wat gaat er gevoetbald worden? VV Katwijk tegen GVVV, Koninklijke HFC tegen Quick Boys, Spakenburg, Rijzenburgse Boys, mooie pot denk ik, FC Rijnvogels, Tedoco. En Valk 68 staat er ook tussen tegen RKDEO. En dat bracht ons aan het einde van deze RTV Katwijk Sport op TV. Hartelijk dank voor het kijken. Aanstaande zaterdag zijn we er weer op de radio. En volgende week weer een verse voetbaltafel. En vergeet niet de veiling van Valk 68 aanstaande vrijdag. Je kunt op de website kijken, dan kunt u van alles daarover terugvinden. Bedankt voor het kijken en tot ziens.